maar weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag 3 uur, de hoogste tijd. Super leuk dat jullie kijken. Ik kreeg een vraag van een kijker of dat ik eens een keer surimi krabsalade wilde maken. Dus dat gaan we doen. Ik heb uiteraard ook surimi krab gekocht. Dus we gaan het, maar je kan het natuurlijk uitstekend met normaal Noordzee gekookt krabvlees maken. Vraag van de kijker, dus ik ga het nu met surimi krab doen. Wat we daarvoor nodig hebben, dat zie je straks. Zo, en wat hebben we er allemaal voor nodig? Uiteraard de krab. Dus surimi krabsticks. 250 gram. 1 gram worcestersaus. 1 gram tabasco. 1,5 gram sushiazijn. Zeezout, uiteraard. 40 gram mayonaise. Je kan verse mayonaise maken. Dat zie je, kan je onder andere in een andere vlog zien. Of je koopt gewoon lekker een mayonaise die je zelf lekker vindt. 2,5 gram mosterd. En 50 gram Griekse yoghurt. Oké, dan gaan we zo beginnen met maken. Wat gaan we doen? We gaan de krabsticks gaan we, scheuren, pellen, zeg maar. Dat er een soort lamellen overblijven. Nou ja, en dan gaan we alle ingrediënten erbij doen. En dan gaan we het mooi mengen. Het is niet moeilijk, wel een mooi recept. Dan is je krabsalade klaar. Zo, we hebben de krabsalade lekker gemaakt, hebben jullie kunnen zien, hè? Alles gemengd. Ik hou hem altijd wat grover, zoals je kan zien. Maar je kan natuurlijk nog fijner plukken, trekken, misschien snijden als je dat wil. Maar ik vind het mooi om hem mooi herkenbaar te houden. En dan was dit mijn versie voor de surimi krabsalade. Zo, dit was hem weer voor deze maandag 3 uur. Super bedankt voor het kijken. Voor deze leuke video even duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Het is helemaal gratis. Het is een kleine moeite. Het is binnen 2 seconden gebeurd. Druk even op de abonneerknop. En nogmaals, super bedankt. En we zien elkaar volgende week maandag weer. Met een nieuwe video van Kees aan de Kook. Tot volgende week. Doei doei.